De commissie heeft in dat concrete geval die relatie niet kunnen vaststellen. Ik zeg het nog preciezer. Tussen Harreveld en Padua was er geen relatie. We hebben niets kunnen vaststellen. De conclusie van commissievoorzitter Wim Deetman is duidelijk. Er is geen bewijs gevonden dat jongens die in Harreveld zijn misbruikt later zijn gecastreerd in een instelling in Noord-Brabant. En dat is vreemd, zo zegt Cornelius Rokke, bij wie een van de slachtoffers destijds in huis woonde. Vorig jaar stuurde hij de commissie een uitgebreid document met het levensverhaal van het slachtoffer. Waarin hij zijn hele levenslot schetst van misbruik in 8 tehuizen en castratie. Dus de commissie Deetman had die brieven kunnen lezen en die heeft nooit contact met mij opgenomen. En dat is niet alleen frustrerend voor Rogge. Ook in de Tweede Kamer zijn twijfels of Deetman de melding wel serieus heeft genomen. Ja, Melden heeft diverse keren contact opgenomen. En heeft eigenlijk relatief veel moeite gedaan zelf. Maar dat is niet bij de commissie goed opgepakt. Zij hebben dat gewoon laten lopen. Maar volgens de commissie is er wel degelijk serieus naar de melding gekeken. En de suggestie dat de castratiemelding bewust uit het rapport is gelaten, schoot Deetman dan ook volledig in het verkeerde keelgat. De suggestie die wordt gewekt, voorzitter, ik word er bijna emotioneel over. In de NRC, men ontkent het wel, maar de woorden zijn suggestief. Dat er geschrapt zou zijn, dat er terzijde zou zijn geschoven. Ik wil het centraal, die zijn nergens op gebaseerd. Maar voor Rogge blijft het onverteerbaar. De bewijzen zijn volgens hem overduidelijk, maar helaas kreeg hij vandaag niet de gelegenheid zijn zegje te doen. Ja, ik hoorde allerlei dingen tevoorschijn komen en ik wilde naar voren stappen naar Deetman om te zeggen hoe het echt in elkaar zat. Een aantal Kamerleden pleiten vandaag voor een parlementaire enquête om de onderste steen boven te krijgen.